From the series Brick Farm van Adrien Villarrojas is een project dat we tonen in Zeebrugge. Dit project ontstond in 2012 en het is slechts één van de vele toepassingen dat het project heeft gekend in heel de wereld. Het is vertrokken eigenlijk van een vogelsoort die Adrien Villarrojas heeft gevonden in Argentinië. Hij is zelf Argentijns eigenlijk. En bij het betrekken van een nieuwe studio ontdekte hij de Hornero-vogel, die zeer specifieke vogelnesten bouwt. Maar ook die worden gebouwd op architectuur die reeds gebouwd is door mensen. Dus de vogel heeft op een manier de mens nodig om de nesten te bouwen. En Adrien Villarrojas heeft dat proces een stapje verder getrokken en heeft besloten om ook de vogel te helpen met het bouwen van de nesten. Dus zijn team is aan de slag gegaan met het zoeken van die nesten, die afgevallen zijn vaak, en gaat die herstellen en ook nieuwe nesten bouwen eigenlijk. De constructies, de nesten die we vinden overal verspreid in Zeebrugge, werden gebouwd door het team van de kunstenaar met het idee van dit te installeren, zodat vogels in de toekomst dit nest kunnen betrekken. Bijzonder aan zijn praktijk is dat hij heel veel nadenkt over hetgene dat er overblijft. Heel veel van de objecten zijn ook in klei. En net zoals heel veel andere projecten gaan die nesten ook blijven hangen. En gaan die op natuurlijke wijze eigenlijk vergaan nadat Beaufort 21 is afgelopen.